voor Jong Ajax zal het toch wel weer zaak zijn om op de eigen toekomst weer eens een zegen te pakken. Het is lang geleden. En voor VVV, dat al zo in de hoek waar de klappen vallen zit, is het toch ook weer zaak om uit dat dal te kruipen. Weg bij die onderste regionen. Bokio. Jette wordt aangepakt door Berde. Blijft in balbezit. Knap van Jette. Balletje goed teruggelegd. Wienson houdt het overzicht. De aanname niet optimaal. Toch even binnendoor. Buitenom. En dan met de vingertoppen van Krooi. Leuk bedacht door Jan van Berski. Handenbindertje. Dit is een aardig balletje op Konadu. Maar past net niet. Maar voor hem wel een feestweek. Konadu verlengde namelijk zijn contract. Ze hebben vertrouwen in hem. We zien in hem een potentiële basisspeler voor Ajax 1. Berde. Dat is een goede lange bal van achteruit. Een linker voorzet. Maar voor Doentzios niet te belopen. Ja, het is van origine niet echt een 4-3-3 spits. Ja, voorlopig, na de slechte serie, zal John Lammers toch zoiets hebben. Ja, punt. Misschien dat we daar ook wel tevreden mee kunnen zijn. Guillaume Fee voorkomt dat Steur door kan. Dan Guillaume Fee, die blijkbaar Hens heeft gemaakt. Het zal geen bewustzijn zijn geweest. Maar het is wel een leuke plek voor Jong Ajax. Lijkt de kleine IJslander te gaan zijn die het gaat doen. En die mikt hem net naast de kruising. Aardige kans. Badnel. Leed balletje voor Konadu. Maar zijn schot geblokt. Lekker aangenomen. Ja, hij zal claimen dat die bal waarschijnlijk tegen de steunarm van El Amri terechtkomt. Ondertussen, Jong Ajax nog steeds een aanval, weer een aanval. En deze bal op Faberski had hangen moeten zijn. Maar Van Krooi op tijd zijn doel uit, maakt zich groot. En zo krijgt Jong Ajax steeds grotere en grotere kansen. Maar weet het die maar niet te benutten. Planka kan wel vrij koppen. Is goed gedaan van Berde naar Matoeg. Matoeg, aardige voorzet en dan vrije schotkans voor Tijmen Verheijen. Verheijen, goed meegegeven op Jansen. Doentzios stelt zich al op en die krijgt de goal in de schoot geworpen. Knappe goal, uiteindelijk knappe teamgoal van VVV. Probeert hij hem nou in eerste instantie binnen te schieten of neemt hij hem per ongeluk aan? Het maakt niet uit, hij zit. Nieuwe vrije trap voor Jong Ajax. Linson nog steeds de man die mag blijven trappen. De eerste was totaal ongevaarlijk, de tweede was beter in de buurt. Maar scheerde net langs de goal. Dan opzij gelegd op Mokio. Dat had een beauty geweest als die binnen was gevlogen. Worthy Mokio. Deze bal goed is op Verheijen. Verheijen voor de 2-0. Nee, daar is Setford. Die vlak voor rust Jong Ajax in ieder geval wat meer in de wedstrijd houdt. Ja, hij weer de grote man. Redt weer zijn ploeg. Deed dat tegen Roda al door het pakken van die strafschop. Deze bal perfect in de loop van Verheijen. Ja, voor Delano van Krooi zullen dit soort wedstrijden toch altijd wedstrijden zijn als Mokio niet uithaalt en Van Krooi daar moeizaam met de handen die bal nog uit de benedenhoek weet te tikken. Knap snel geschoten van de Jordi Mokio. De antwoord daarvan Van Krooi. Hallo, ook mooi hakje. Stuur. Willy tot Banels, backsnijder. En de bal voorlangs. De kansen voor Jong Ajax worden groter en groter.
speksnijder Faberski. Faberski net niet te kort. Alders blijft in balbezit, voordeel gegeven. Alders kan doorlopen. Speksnijder ja, uithalen met links. Verheijen. Sierra. Simon Jansen. Braam. Jansen. Aardige voorzet. Dat is wat heet. Bal op de lat door Verheijen. En in tweede instantie Setford. Heerlijk aangesneden. En Verheijen kan er zo tegenaan lopen. Hoeft niet eens te springen. Het is gevaarlijk, zomaar opeens plotseling de voorzet. Barnel, die wel echt met hebben en houden erin komt glijden. Weermaier, goede bal op Matoeg. Even wat ruimte, tot bij Doentzios en die komt die bal voor langs. En zo is dat goed gezien. Door de doelman van Jong Ajax. Die na die wedstrijd tegen Roda echt complimenten van teamgenoten oogsten. Of Verschuren, of die Faberski er vandoor gaat. Faberski, Faberski en daar Van Krooi maar weer eens. En Van Krooi is tot op heden hard op weg om die nul te houden. Sjoerak. Bal geblokt, Jansen, zelfs liggend op de grond doet hij het nog even. Ja, speelt wel een hele goede wedstrijd hoor, de man van de assist. Simon Jansen. Jette, Lucas Jette, Jette! Probeert hem in de bovenhoek te plaatsen. Mokio. Jette. Faberski. Nog één ingeving van hem, zit dat er dan in? Faberski buitenom. Faberski en Van Krooi moeizaam, maar het gaat. Ja, Van Krooi is er maar druk mee. Ook met deze hoekschop. Daar vrij koppen Van Krooi in twee instanties. Onorthodox, zo zullen we het maar noemen. Hier vrij koppen, wegbek Jamfi. Jong Ajax verliest en bij VVV is de vreugde groot. Een beetje een raar doelpunt van Konstantinos Doentzios. Hij zal er zelf niet om halen. Was vandaag het verschil tussen de Amsterdammers en die uit Venlo.